kijk eens aan, daar staat het dus. Echt vorstelijk wonen in Vught. Zonder dat je last hebt van mensen met een modaal inkomen of mensen die zijn aangewezen op de sociale woningbouw. Nu gaan we hem over. Dit is hem, de N65. Ja. Ja, je ziet het dus echt wat, waar in Vught gewoon vaak aan gerefereerd wordt als de grote weg. Hè? De N65 die loopt toch een beetje als een, laten we er geen Berlijnse muur van maken, maar toch een beetje een kloof wel. Is dat exemplarisch voor Nederland? In Vught. De Berlijnse muur midden door Vught? Nou ja, in Nederland wordt er steeds meer gesproken over de kloof tussen de elite en het gewone volk. Of succesvolle hoogopgeleiden die zich in hun eigen bastions terugtrekken. Je kunt zeggen dat die Vught bijna een karikaturale wijze uitvergroot ziet. Dat was eigenlijk het unieke van Nederland, dat inkomensniveaus, opleidingsniveaus eigenlijk door elkaar woonden op heel veel plekken. Mensen ook in hun eigen straat, mensen met heel verschillende achtergrond tegenkwamen. Dat is toch wat nu toch wel bedreigd is geraakt. Hoe vindt dat straks een weerslag na maart, deze trend? Dat het midden langzaam verdwijnt. Je krijgt steeds meer partijen voor succesvolle mensen en partijen voor mensen die het moeilijk hebben. En nu gaan we dus naar de kringloopwinkel. Ik zal iemand die kan helpen? Ja, ik ben niet van de winkel, hè. Maar ik help met plezier even. Oké. Okay. Ja, dus dit gaat eruit. Ja. Ja, dat gaan we gewoon even doen. Zo. Ja, zal ik hem daar even aanpakken? Ja, ik kan hem er ook wel alleen uit krijgen. Ja, dat gaat goed. Ja. Ja, hartstikke goed. Nou, perfect. Kom, zal ik hem even overpakken? Ja, dat is mijn twee, dat kan wel. Nee, als u wilt. Wat u wilt. Wat is het meest beangstigende wat u in Vught ziet gebeuren en wat je ook op landelijk niveau ziet? Groepen die steeds minder met elkaar communiceren, sociale segregatie. Je zult groei krijgen van partijen die zich moeilijk met elkaar laten verbinden. En dat zullen we zeker terug gaan zien in de verkiezingsuitslag. Is Vught in Nederland een beetje uit elkaar gevallen de afgelopen jaren? Vught is in de bevolkingssamenstelling redelijk homogeen. Hè? Als ik door Vught loop, laat ik het zo zeggen, je doet je boodschappen. Dan merk je niet van verdeeldheid of mensen tegenover elkaar staan. Tot ziens! Dat is al heel lang niet aan de andere kant van de N65 geweest. Je hebt nu straten in Vught-Zuid met 3 of 4 vluchtelingengezinnen. Het is een totaal andere wereld ben je dan, terwijl dat het is allemaal 2 kilometer verderop is. Bijna alle vluchtelingengezinnen bij mijn dochter in de klas, die hebben hier hun meubels gekocht. Hè. Dus heeft echt geweldige banken. Nou, deze is dus €20. Moet het niet zonder zitten. Waar we nu zitten, komt heel Vught samen. Dat is het bijzondere van deze plek. Kijk, je ziet alle soorten Vught hier. Hier komt van Vught echt Jan en alleman binnen. Ze zijn druk met het uitzoeken van spullen, maar vooral ook druk met het contact hebben met elkaar. Nou ja, dit is natuurlijk een exemplaar voor de ontkerkelijking in Nederland. Dus elke week worden er in Nederland 2 kerken gesloten. Hè, dus dat is, het gaat enorm hard. Wat zegt het nou voor de politiek? Ja, ik denk dat de ontkerkelijking in Nederland wel te maken heeft met de teloorgang van het politieke midden in Nederland. Geloof was natuurlijk toch een verbindende factor tussen mensen van hele verschillende komaf en hele verschillende inkomens. Een partij als het CDA dus, mensen had uit zeg maar echt alle lagen van de bevolking. Het probleem van Nederland en over het algemeen West-Europa in deze tijd is het wegvallen van dingen die mensen bond en de zoektocht naar vervanging daarvoor. Kan je misschien zeggen dat het enige wat nu echt nog verbindt, mensen met verschillende komaf en inkomsten, dat nog de kringloopwinkel in Vught is? Als we in Vught in plaats van de lokale partij, zeg maar de partij van de kringloopwinkel zouden hebben, zou volgens mij verrassende resultaten opleveren, ja.